Robin Haase heeft maandag eenvoudig de tweede ronde van het mastertoernooi in Parijs bereikt. De Nederlander had slechts 51 minuten nodig tegen de Amerikaan Steve Johnson, 6-2 en 6-1. De 30-jarige Haase verloor in de hele partij maar 10 punten in zijn eigen opslaghamers tegen Johnson, die op de wereldrangenlijst 1 plek hoger staat dan Haase, 42-43. De Hagenaar had een stuk minder moeite met de service van zijn Amerikaans opponent. Die hij vijf keer brak. In de tweede ronde treft Haase een zware opponent in Alexander Schreff. De twintigjarige Duitser, die in de eerste ronde een baai had, is de nummer vier van de wereld. Vorige week in Basel sneuvelde Haase in de tweede ronde. Hij verloor in de Zwitserse stad van de Amerikaan Jack Sock, nadat hij in de eerste ronde te sterk was voor de Zwitser Marco Chiudinelli. Nadal in Parijs kreeg een aantal toppers een baai in de eerste ronde. Onder wie als eerste geplaatste Rafael Nadal, roger Federer doet niet mee in de Franse hoofdstad. Hij neemt rust na zijn toernooi zere zondag in zijn eigen Basel. Voor Nadal is Parijs zijn laatste toernooi voor de AAP World Tour Finals, die op 12 november van start gaan in Londen. De acht beste spelers van het seizoen strijden daar om de titel.